Het wordt spannend voor de vereniging Mens en Milieuvriendelijk Wonen Almelo. De deadline voor het wel of niet doorgaan van het woonproject De Hof van Heden is 1 april. Ze zijn er bijna, maar er moeten nog wel een paar gegadigden bijkomen. Donderdag was er een informatieavond. Het belangrijkste is het karakter wat de groep mensen willen. Wij proberen heel nadrukkelijk te luisteren naar wat de mensen willen en het dan haalbaar te maken. Van heel veel CPO's hebben prachtige ideeën. Maar ze hebben niet de kennis om te kijken hoe het qua kosten en qua bouwen haalbaar kunnen maken. Nou, hier wordt het gewoon een heel duurzaam project. Een levensloopbestendig project. Maar ook een meergeneratieproject. Hier worden ook heel nadrukkelijk wat jongere mensen uitgenodigd om hierbij te komen. En centraal staat eigenlijk zowel in Hof van Heden Almelo als bij Knarhof. Er is één centraal begrip en dat is noberschap. Dus in ons projectje let je een beetje op de buren. Je hoeft niet voor ze te zorgen, beslis niet. Maar je houdt zijn oogje in het zeil en je helpt als het nodig is. Heel nadrukkelijk proberen we 50-plussers en 50-minners door elkaar heen te krijgen. Als de groep er wil en als de interesse er is. Want het is heel erg handig om ook over 30 jaar mensen te hebben die de dakgoot nog schoon kunnen maken. Wij werken met eigen technische diensten. We hebben onderhoudsarme woningen. Maar het is altijd handig om er een paar jongeren bij te hebben. En dat geeft reuring. En er is hier bijvoorbeeld ook plek voor woon-werkwoningen of mensen die iets bijzonders met de stoftoren willen doen. Die kunnen met ons in overleg, als ze een leuk idee hebben voor de stoftoren, een ondernemer of een jong gezin. En daar kunnen we dan plek voor zoeken. En gaat het om huurhuizen of om koophuizen? Koophuis is zeker, maar wij proberen nu ook als Knarhof met een eigen huurfonds de woningen zelf in de verhuur aan te bieden. Het bijzondere aan het project is dat het een CPO-project is. Dat staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dus wij organiseren het zelf en we bepalen ook heel veel zelf voor zover dat financieel natuurlijk mogelijk is. Hoe groot is de kans dat dit project ook werkelijk van start gaat? Dat ligt aan vanavond, 22 februari en 22 maart. Wij hebben onszelf tot en met eind maart de tijd gegeven om te zien of er voldoende serieuze geïnteresseerden zijn. We hebben 30 woningen. Nou, en eigenlijk willen we meer dan 30 geïnteresseerden hebben, van er vallen altijd wat mensen af. En dat proberen we de komende maand voor elkaar te krijgen. En we zitten nu al ruim boven de 20, dus we zijn al een heel eind. Maar we zijn benieuwd naar de opkomst vanavond. En misschien hebben we nu al meer dan 30. Nou, dan gaat het helemaal de goede kant op. Dan gaat het door.